Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik heb gedoucht, ik heb me klaargemaakt. Ik heb mijn haar alleen niet gewassen en het is super vettig. Althans, het is niet vettig, maar er zit echt haarspray voor life in. Ik heb even heel snel mijn wenkbrauwen erop gesmeerd. En een beetje concealer en een beetje lipgloss op gedaan, zodat ik een beetje degelijk voor de dag kom. Ik heb een pakketje ontvangen, want ik vond dit eigenlijk helemaal niet zo leuk om aan te doen. Maar ik wou tegelijkertijd mijn nieuwe kleding ook niet aandoen. Maar ik heb, volgens mij zit daar kleding in. Althans, ik hoop het zo erg. Ik heb een leuk pakketje van In Gold We Trust ontvangen. Ik heb een paar hoodies, een vest en een paar... dus een t-shirt en dit is van The Internet. Ik zit inmiddels in de auto. Ik heb kleur aan voor het eerst in mijn leven. Want ik had... een pakket ontvangen en daar zaten allemaal shirtjes en hoodies in. Dus ik dacht, oh, dan doe ik gelijk een shirtje aan. Dus ik heb nu een shirtje aan van The Internet. Nou, ik heb een nieuw lievelingsliedje van El Rima. Dit is echt mijn summer. Inderdaad, ik heb besloten te carpoolen, want we moesten allebei in Amsterdam zijn. Jij zit altijd aan je haar als de camera aan. Gaat je lukken precies? Ik heb net mijn opnames voor Juice gehad. Ik stap nu de auto weer in en Ridda die is ook klaar met zijn afspraak. Dus we kunnen ook gelijk samen terug naar Rotterdam rijden. Zo, ik was er echt misschien 40 minuten of zo en de auto is zo warm geworden. Nou, wat erg jongens. Ik heb... Oh, dit is zo erg. Er is gewoon een man van zijn motor gevallen. Ik vind het zo erg. Het was zo erg. Ik heb nog nooit een ongeluk zeg maar van zo dichtbij mogen zien. Of kunnen zien gelukkig. Dus het was zo naar. Ik hoop echt dat het goed met die meneer komt. Ik rijd toevallig nu achter de persoon die me is aangereden. Maar hij moet zeg maar omrijden. Maar ik heb scantic onthouden voor de zekerheid. Ik ga nu even Jasmine's verjaardagscadeautje. Die was aangekomen bij mij. Die ga ik nu naar haar winkel brengen. Want ik heb Jeezy's ook voor haar gehaald. Die 500's in het zwart. Want ik wist echt niet wat ik voor haar moest halen. Dus uiteindelijk is wou ze dat hebben. En dat was easy voor mij. Dus die breng ik nu even naar haar winkel. En die van mijn stiefzusje. Want die moet ik haar opsturen. Zodat ze ze daar kan ophalen. En dan ga ik richting Rotterdam. Ik heb een afspraak om 2:15. Mijn haar staat zo strak. Ik heb net mijn voeten gedaan. Niet bij Anka, want ik was 20 minuten te laat. En haar volgende afspraak was gewoon op tijd. Dus ik heb echt spijt dat ik in Amsterdam ben geweest. En dat niet eerder heb kunnen doen. Maar ja, ik ben echt totaal niet blij met mijn voeten weer. Maar ik blijf gewoon kalm dit keer. Hoi. Even een update. Ik heb mijn was allemaal opgehaald. Dus ik kan zo meteen gelijk even beginnen met het inpakken van mijn koffer. Wat ook, dan heb ik dat ook weer achter de rug. Mijn vriend is even eten gaan halen voor ons. Ik ben zo moe. Is echt abnormaal. Ik wil echt gaan inpakken zodat ik dat gewoon al af heb. Zodat ik daar gewoon niet meer naar hoef om te kijken. Het is super warm. I'm dying. Ik heb kleur aan. Hoe vinden jullie dat kleur maar in staat? Ik vind het nog steeds raar dat ik kleur aan heb. Af en toe, ik weet niet hoor. Ik wil deze camera echt anders instellen. Maar ik weet bij god niet hoe ik dat moet doen. Want af en toe maakt hij me super rood. Heb ik het idee. Ja, hij maakt me echt heel rood zelfs. Ik weet niet hoe dat komt. Ik ga zo thuis mijn koffer inpakken. Super moe. Ik heb echt last van mijn verstand kiezen. Dat doet zoveel pijn. Iemand zei laatst tegen mij, ja, groei je verstand kiezen. En toen zei ik, ja, hoe weet je dat? En toen zei die persoon, ja, want je voortanden gaan even zo gaan. Nou vind ik ze aanzienlijk recht staan nog, maar ik ben best wel bang. Als het geen gaat staan, daar heb ik echt geen zin in. Maar ik ben echt iemand die dan gewoon een beugel neemt. I don't care. Facing zou ik nooit durven, omdat echt... Nee, dat zou ik nooit durven, omdat er dan geslepen wordt aan je eigen tanden. En stel je voor, je hebt geen tanden meer. Ik zou dat echt niet durven. Maar goed, ik ga thuis inpakken. En dan laat ik jullie een beetje zien wat ik in mijn koffer meeneem. Maar het is wel handig als ik al mijn kleding heb en zo. En dat heb ik nu. En dat was het. Het wordt tijd dat ik mijn koffer ga inpakken. Zodat ik een beetje rustig ben in mijn hoofd. En dan weet ik in ieder geval wat ik zeker in mijn koffer heb en wat niet. Want nu is het zo onrustig in mijn hoofd. Ik heb deze koffer ingepakt.
Maar ik moet nog zoveel schoenen meenemen. Dat ik morgen eventjes ga bijboeken voor een extra koffer. Want alles wat ik nog heb gekocht voor familie en zo, daar moet ook nog mee. En al mijn zonnebrillen moeten ook nog mee. Dus ik ben nog niet klaar. Ik ben zo moe. Ik heb mijn gezicht even gewassen. Ik ga even een serum aanbrengen. Dan op eigen kijk en ga ik echt mijn bed in. Want ik ben zo belachelijk moe. Ik moet echt toch even... Ik ga het gelijk in mijn agenda zetten op mijn telefoon. Ik moet echt even een koffer bijboeken. Het lijkt op een deuk, maar dit is gewoon licht te invallen. En ik heb in de comments gelezen dat mensen niet begrijpen waarom er nog een aantal bubbeltjes zijn. Maar kijk, maar dit zit in het behang zelf. Dit zijn geen bubbeltjes, dit zijn het figuur van het behang. En hier zit nog lijm wat open moet, omdat het misschien gedroogd is. Other than that, I'm so tired. Ik ga lekker slapen. Ik hoop dat je het leuk vlog hebt gevonden. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En ik vraag me af of ik zeg maar de enige ben die zoveel meeneemt als op reis gaat. Zijn jullie vaak compacte inpakken? Of denken jullie ook wel echt alles meenemen? Want ik weet niet zeg maar waar ik tussen zit. Maar vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!